In een teamwedstrijd schieten twee teams van drie schutters tegen elkaar. De schutters schieten hun pijlen niet tegelijkertijd, maar na elkaar. De ruimte tussen de schietlijn en de wachtlijn ziet er iets anders uit dan normaal. Achter de schietlijn bevindt zich op 1 meter een extra lijn. In de ruimte tussen de wachtlijn en deze 1 meter lijn staan de teamleden die op dat moment niet aan de schietlijn staan. Pas nadat de klok gestart is en de wedstrijd begonnen, mag de eerste schutter de 1 meter lijn oversteken naar de schietlijn. Er mag zich nooit meer dan één schutter tegelijkertijd voor de 1 meter lijn bevinden. Elke schutter moet 2 pijlen schieten. Een team heeft 2 minuten de tijd om in totaal 6 pijlen te schieten. Dat komt neer op 20 seconden per pijl of 40 seconden per schutter. Vergeleken met een individuele wedstrijd is maar half zoveel tijd beschikbaar. Het is daarom raadzaam een coach te hebben die de tijd goed in de gaten houdt, zodat de laatste schutter niet in tijdnood komt. Nadat de eerste schutter 2 pijlen heeft geschoten, wisselt hij en neemt de tweede schutter plaats op de schietlijn. Ook deze schutter schiet 2 pijlen. Het team schiet op deze manier 6 pijlen per serie. Een wedstrijd gaat over 4 series, in totaal 24 pijlen. De winnaar van de wedstrijd is het team met de hoogste totaalscore. Nu de tweede schutter zijn pijlen geschoten heeft, wisselt hij met de derde schutter. Ook hij schiet 2 pijlen. 50 seconden. De kans bestaat dat na 24 pijlen de stand tussen de twee teams gelijk is. In dat geval volgt er een shoot-off. In een shoot-off schiet elk teamlid 1 pijl. Het team met de hoogste score wint de shoot-off. Let goed op dat de schutter bij het wisselen pas de 1 meter lijn passeert wanneer de voorgaande schutter weer terug is achter deze lijn. Wanneer de schutter te vroeg instapt, zal de scheidsrechter een gele kaart laten zien. De schutter moet dan teruggaan achter de 1 meter lijn, voordat hij opnieuw richting de schietlijn mag. Een andere reden om een gele kaart te trekken, is het te vroeg tevoorschijn halen van een pijl. Pas wanneer de schutter op de schietlijn staat, mag de pijl uit de pijlentas gehaald worden. Als de punt van de pijl eerder zichtbaar is, zal een gele kaart getoond worden en moet de schutter teruggaan achter de 1 meter lijn. Het is dus van belang dat een team goed communiceert en er altijd iemand op de scheidsrechter let. Gebeurt dat niet en negeert het team een gele kaart door niet terug te gaan achter de 1 meter lijn, maar toch de pijl te schieten, dan zal de scheidsrechter een rode kaart tonen. De hoogstscorende pijl van de serie zal in dat geval niet meetellen. De volgorde waarin de schutters schieten staat het team helemaal vrij. Meestal is het snelst om 2 pijlen achter elkaar te schieten, maar hier mag naar eigen inzicht van worden afgeweken. Als je er bijvoorbeeld op de schietlijn achterkomt dat er iets niet helemaal goed is, kan je gewoon wisselen. Het is alleen van belang dat alle drie de teamleden aan het eind van de serie ieder 2 pijlen hebben geschoten.